Ja, de eerste auto in de werkplaats van ons nieuwe pand. Trouwens ook hartelijk dank voor alle positieve reacties. Het heeft me heel erg goed gedaan. Maar de reacties gaan denk ik nog alleen maar leuker worden. Want de auto die hier staat, die ga ik fabrieksnieuw maken. En je raadt het nooit, ik ga hem aan één van jullie weggeven. Dit is de eindejaarsknaller van Stipt. En aanstaande vrijdag om 5 uur, live op YouTube, de eerste trekking. Dus wil je deze R8 nou op de stoep hebben staan, moet je heel snel een bestelling plaatsen. En die bestelling is dus willekeurig, dus niet met allemaal onzin van bestellen boven de 100 euro, wat dan ook. Nee, als jij ervoor kiest om klant te zijn bij Stipt, bij ons, in dit geval bij mij, dan loop je het risico dat jij dus aanstaande vrijdag eruit wordt gekozen om deze auto te winnen. Het enige wat ik van je vraag is je te abonneren op ons YouTube kanaal. Hoe gaaf is het om uiteindelijk zo'n sportwagen op de stoep te hebben staan? Maar dan nu even inhoudelijk. Dus als je de auto niet wil hebben, skip vooral weg, kijk naar een andere video. Wil je hem wel hebben, zou ik zeggen, luister er even goed naar. Want we gaan hem uiteindelijk 6 december, 's avonds om 7:30, weggeven. Hoe gaat het eraan vooraf? We gaan elke vrijdag, 's middags om 5 uur, gaan wij een tracking doen van de bestellingen die in de ton zitten van die week. Aanstaande vrijdag, die vrijdag erop, die vrijdag daarop. Dus dat is elke week hetzelfde. Daar komt dus elke week ook een winnaar uit. Totaal zijn het er 10. We hebben een mooi rad met 10 balletjes. Degene die ik er dan uitpik, die krijgt dus deze auto. De rest van de 9, die krijgen maar liefst 1000 euro shoptegoed. Dus je gaat nooit met lege handen naar huis. En het voordeel is, altijd weer die grote bak met bonnen, et cetera, dat hebben we dus niet meer. Want de bestellingen van die week, daar pak ik de winnaar live uit en de rest van de bonnen gaan de prullenbak in. Dus dan is de winkans elke week hoog om deze auto bij jou op de stoep te krijgen. Dus waar het eigenlijk min of meer op neerkomt, voor het bedrag maakt niet uit. Ben geabonneerd op ons YouTube kanaal. Plaats een bestelling deze week nog. Ik weet gewoon uit ervaring dat de eerste weken ook bij weggeefacties heel weinig wordt besteld. Dus voor jou een unieke kans om deze auto thuis op de stoep te krijgen. Waarvan aanstaande vrijdag 14 oktober, 's middags om 5 uur, de eerste trekking is voor deze Audi R8. Maar dan nu het verhaal, want hoe ben ik eigenlijk aan die auto gekomen? Oh, hier, ingang. Kijk eens, hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Marcel. Ik ben Rick. Aangenaam. Ja, en wederzijds. Het staat wel lekker vol in elk geval. Mijn eigen privécollectie, want dit is ook al mijn privécollectie. En die heb ik ook nog staan. Maar dat is een verlengde Panamera. Oh, dat is een verlengde. Dat is een hele aparte. En er zit een koelkast ook tussenin. Dus zit in de kofferbak zit een koelkast. Dus dan kan je de wijnflessen erin doen. Oh, ook de champagneflessen erin doen. Hier moet je dus ook nog vanaf. Ik zal even sleutel pakken anders. Ik vind het eigenlijk maar een lelijk ding. Die eerste Panamera's waren slecht, hé. Oh, dit is dan wel een verlengde. Maar mooi is hier niet, hoor. Ik zit net te verkondigen aan de kijkers thuis dat ik het eigenlijk maar een lelijk ding vind. Prima. Hé, iedereen ik krijg hem eindelijk aan het lachen. Iedereen zijn eigen smaak, hè. Nee, maar even serieus. Wel een heel mooi ding, hoor. Dit is hem. Ja, het is wel een apparaat, hoor. Mijn god. Ja. Die motor ook achterin, hè. Het inderdaad wel eventjes neusje spuiten. Ja, wat steenslag. En daar zit een klein basje in, dat ik tegen zeg. Ja. Ik vond dat voor de rest niet verontrustend, dus... En hier? Ja, hier is ook een hap uit. Kijk, wat ik bedoelde op de foto, is dat je zei tegen mij van, er zitten geen krassen op. Kijk, dit zag ik op de foto. Zie je? Daar zitten ze. Zie je het? Oh, die. Ja. Ja, dit vind ik mooi, hè? Dat zo'n motor achterin, open en bloot. Ja. Dat zou ik zelf nog wel willen hebben. Ik heb bijna al spijt. Bizar dikke auto, hè? Echt bizar, hè? Jezus, wat een ding, jongen. Nou, dan gaan we eens even lekker een stukje rijden. Ja, geniet ervan eventjes. Ja, dat komt goed. Ik ben benieuwd. Ja.
Ja, dit is een echte sportwagen. Ja, fantastisch. Hij is technisch wel goed, hoor. Technisch is hij echt goed. Oh. Ja, die motor achterin, hè. Top, hè. Oh, er ligt allemaal paardenstront hier op de weg. Oh, maar daar ga ik niet doorheen rijden. Heerlijk dit. Ik had niet verwacht dat hij toch voor mijn gevoel nog zo snel zou zijn. Want het is natuurlijk een V8, 421 pk uit mijn hoofd. Ja, topsnelheid 301 volste specs en van 0 naar 100, wat zal het zijn? 3 en een beetje? Of 4 en een beetje? Eén van de twee, gaan we daar eens even kijken. Helemaal enthousiast natuurlijk. Ik kan het gewoon niet bevatten dat we dit gewoon letterlijk als eindejaarsactie doen. Want het is wel letterlijk, denk ik, toch de droom van elke man als je zo'n auto voor de deur of in de garage kunt zetten. Hij valt me ook echt niet tegen. Ik had stiekem verwacht, want achter de schermen had ik natuurlijk al lang gebeld en heel veel dingen nagekeken, nagevraagd. Je kent het wel. Maar hij valt me echt 100% mee. Zo. Ja jongens, en dan is het inmiddels alweer laat, maar aangekomen op de Eindhovenseweg Zuid, oftewel bij ons nieuwe pand natuurlijk. En hij staat hier nu al goed, het was een onvergetelijke rit. Hij rijdt echt super fijn, er mankeert technisch echt helemaal niks aan. En dat is voor het eerst dat ik een Nederlandse auto koop waar ik eigenlijk op technisch vlak niks op aan te merken heb. Dus dat is heel erg positief. Aanstaande vrijdag, dan is de eerste trekking al. Dus wil je deze auto graag winnen, zou ik zeggen, plaats dan heel snel je bestelling. Want het is bijna zover en ik kan me voorstellen dat je zo'n sportwagen echt wel op je verlanglijstje hebt staan. Wil je nou onze video's blijven volgen, zou ik zeggen, abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Dat is tevens ook een vereiste om deze auto te mogen winnen. Dat is dan het enige natuurlijk wat we dan vragen. Volg ons op Instagram, want die staat er trouwens. En uiteraard op onze Facebookpagina. Hartelijk dank voor het kijken en tot volgende week.